De politie heeft van Leiding, de politie van Leiding heeft de 26-jarige Livinho Boudou aangehouden en in verzekering gesteld. Hij was gistermiddag rond 3 uur betrokken bij een aanrijding aan de Commissaris Wijtingweg. Hij was zo verhit dat hij de veroorzaakster 2 ferme klappen in haar gezicht toebracht. Met assistentie van surveillance midden is het gelukt de verdachte over te brengen naar het politiebureau. Boudou is vanwege mishandeling en weerspannigheid in verzekering gesteld. Yash Manre is gisteren bij een eenzijdige verkeersongeval om het leven gekomen. Hij reed met 2 mede-inzittenden over de Johannes Mungerstraat toen hij de controle over het stuur verloor. De 2 mede-inzittenden waren niet aanspreekbaar en werden met de ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Het onzielde lichaam van Yash is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie voor sectie in beslag genomen.